Van Dijk verdedigt in paniek uit. Donderdagavond vervolgt FC Groningen de competitie met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Groningen heeft slechte herinneringen aan het laatste onderlinge duel in Den Haag. Vorig seizoen verloor de FC tijdens de play-offs met 5-1. In die wedstrijd was Jonas Ivens de enige Groninger die het net wist te vinden. Ivens miste tijdens de huidige competitie de laatste duels van de FC door een liesblessure, maar is inmiddels weer fit. Ja, ik heb gisteren de volledige groepstraining kunnen voltooien en vandaag voelde het wel goed. Iets stijver dan anders, maar ja, prima. Dus je zou kunnen spelen tegen ADO? Nou, ik heb nog maar één training afgewerkt, dus ja, ik weet niet, misschien komt het wel te vroeg, maar... Ik ben op komst terug. ADO Den Haag en FC Groningen maken beide tot nu toe een slechte tweede seizoen zelf door. Toch liet FC Groningen tegen Excelsior en Heerenveen zien op de weg terug te zijn. Die lijn moet de FC zien vast te houden. Je zag ook dat iedereen ervoor wilde gaan en dat er echt wel slagkracht in het team was. En, dat is toch wel een basis waar we verder mee moeten gaan. En dat moeten we ook in de wedstrijd tegen ADO laten zien. I think really important two games, ADO and Roda. And we will see. But first we go step to step. First ADO, then we gonna think about Roda. Voor Dusan Tadić staan de laatste wedstrijden van dit seizoen vooral in het teken van een waardige afsluiting van 2 jaar FC Groningen. Te beginnen donderdag bij ADO. My goal is that we try to play... playoffs and then to try to play European football, but we will see. We have a lot of some problems, you know, all season we have a lot of problems with a lot of things and then we will see, you know, but I hope so. I still believe that we can do a lot of good things and that this can be a good season for us.